Nee, dit is echt duidelijk. Ze kunnen niet met, maar zeker niet zonder elkaar hoor. Want ja, honden zijn leuk. En vooral als je dus balletjes in gaat gooien. Met je honden, met de twee zusjes. Maar ja. Goedemorgen, ja, mijn naam is Karin Stammel van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stammel van der Werf. En wij hebben ook heel veel herziertjes. Jet is er heel blij mee. Jet, en het is vandaag alweer woensdag 3 juni. Het is wel 9:30 bijna. En zo de hondjes uitlaten. Mijn begeleidster komt weer zometeen. Caroline, gezellig. Yep. En dan mag ik dus niet vloggen. Ja, ik mag wel mezelf vloggen, maar niet haar. Dus, maar we wensen jullie wel heel veel kijkplezier. Gewens weer vandaag. Nee, dit is echt duidelijk. Ze kunnen niet met, maar zeker niet zonder elkaar hoor. De twee zusjes naast elkaar en bij elkaar. Hè? En stikken doe je er niet in. Nee, nee. Ik hoor het nog zeggen. Ja, maar ze stikt er half in. Nou. Sinds dat ze hier is, blijft ze alleen nog maar. Is ik warm, hè? Nee, toch maar eraf. Best, doei. Zo, ik tackle mezelf wel even. Zo. Dat was het? Oh nee, nee, nee. Nee, we zijn nog niet klaar. Ik loop nu lekker buiten. Ik ga nu even lekker naar de AC-tion. Action dus. Ook handig. Lekker mijn zonnebril op, want anders ga ik knijpen. Dus mijn excuses. Ja, ik doe het nou een keertje lekker met mijn zonnebril. Helemaal geweldig. Dus ik ga even naar de Action even wat halen. En dan komt het helemaal goed. Want ja, honden zijn leuk. En vooral als je dus balletjes in gaat gooien. Met je honden. Met de twee zusjes. Maar ja, alle ballen zijn dus alweer verdwenen. Dus daar moet ik ook even voor halen. En voor de buurvrouw eventjes een pompje. Dus ja. En mijn buurvrouw die is wat op leeftijd. Nou, in deze wereldsituatie is het niet verstandig dat zij dus naar buiten gaat. Dus dan ga ik even lekker voor haar even ook. Voor haar ook even en na de Action. Alleen ze wordt een beetje gek en van de binnen zitten. Wat ik ook helemaal begrijp. Overigens. Maar ja, Roderick is nog aan het werk tot en met 3 uur. Laten we even kijken, gewoon nog wat. Ja, het is ook zo lekker weer. Het zonnetje is er. Het waait een beetje. Maar jongens, serieus, ik loop lekker zo. Zonder jas. Heerlijk. Wie wil dat nog meer? Nou, ik. Doe dit maar het hele jaar door. Heerlijk. Dan ben ik blij. Als dit gewoon het hele jaar door is. Mwah.
mag ik niet klagen. Hoi hoi. Nee, dan mag ik gewoon echt niet klagen als dit gewoon het hele jaar is. En dan is rood denk ik ook heel blij. Ja. Ik kan nou weer geen foto's maken. Ook handig. Ja, denk ik foto's te maken, maar dat wil hij. Pakt hij niet. Oh, nu wel. Ja, ja. Oké, het zal wel. Maar ik heb zo'n draaidingetje. Maar oké, maakt niet uit. Normaal dan heb ik een fototoestelletje, maar geeft niet. We gaan gewoon even nu naar de Action. Even boodschappen scoren. Dan komt helemaal goed. Ja, dat denk ik toch. Ja, nou, ik loop dus wel lekker buiten. Boodschappen zijn gedaan bij de Action. Het pompje wat mijn buurvrouw wou, hadden ze niet meer met de Action. En ja, ik loop nou lekker naar huis met de boodschappen. Ik moet nog eten eigenlijk. Heel slecht voor mij, maar oké, maakt allemaal niet uit. Dus ja, dat ga ik nu eerst doen. En ik check jullie thuis. Ja, nou, ik kwam dus net twee jongens tegen. Die hebben dus daar op de school gezeten. Ik kan het misschien wel even aanwijzen. Even kijken, met dat rode. Dat is dus een school. Nou, die staat al bijna 3 à 4 jaar leeg, zo 3 jaar. Er zou toen al een sloopkogel doorheen gaan. Nou, dat is tot heden nog steeds niet gebeurd. Er zaten dus ad hoc mensen in. Die zijn er ook al deels uit. Er zit nog wel wat beweging in. En ik zag net ook wat het een en het ander. Dus ja, als buurtpreventie hier in de wijk, als gewoon burger ook, ga ik gewoon daar ook op letten. En ik zal ook het andere team eventjes gewoon op de hoogte stellen, denk ik zo. Maar dat komt wel goed. Dus ja, het is wel lekker weer. Heerlijk. Zalig. Ik mag niet klagen hoor. Nee. Nou, zometeen de hondjes lekker op het voorbalkon. Ik ben weer bijna thuis. En dan doe ik het helemaal best. Hoi. Ja, nou, Roderick is hier thuis. We hebben even samen een ijsje gegeten. Vind ik heel fijn. En eerder vandaag, nadat ik thuis was, was ik even bezig met de vlog. Maar ik werd gewoon draaierig en niet lekker. Dus ik ben op bed gaan liggen. Nou, ik heb waarschijnlijk wel even geslapen. Want ik werd wakker van de sleutels in de voordeur. Dus dat was Roderick. Maar ik mag Roderick dus nog niet opzetten, want hij heeft zijn werkkleding aan. Dus. Maar we gaan zo nog even kijken bij de Jumbo. En daarna gaat Roderick gewoon weer even naar huis. En dan gaat hij even slapen. En daarna gaat hij gewoon weer leren. En morgen heeft hij daar ook weer even de tijd voor. Dus komt wel goed. Lief doen, hè? Lief doen, hè? Ja, ik vertrouw jou nog niet helemaal. Ja, erg dat ik jou nog niet helemaal vertrouw. Lekker, kind. Wil je erin of zo? Maar dat gaan we niet doen. Want ik vertrouw jou nog niet helemaal. Nee. Maar ik ben lekker aan het koken, jongens. Ja, het staat even hier, want de dames die vonden het leuk om even te gaan spelen. Nou, ik ben even lekker zoete aardappel aan het maken. Ik ben een soep aan het maken. Nou ja, soep aan het maken, aan het opwarmen. Dit heb ik gekocht bij de Jumbo. Nou, dat zit erin. En deze biologische broccolisoep. Van Unox. Ga ik eens een keertje proberen. Biologisch, erg biologisch. Ik ben niet zo fan van biologisch. Maar ik heb ook een beetje peper erbij gedaan. Zo, even wat zachter. Vorkje pakken. Ja. Valt ook zo lekker uit elkaar, hè, deze vis. Het is me gelukt. Ja. Toch met één hand. Ja.
En dan doe ik het weer even lekker op hoog vuur. Zoete aardappeltjes. En bij de stichting Isaac en de Schittering vandaan. Dus lekker. Dus dit heb ik bij de Isaac en de Schittering vandaan. Dat heb ik bij de Jumbo en dat heb ik bij de Jumbo vandaan. Ja, en wie zijn we en wie hebben we weer in de building? Roderick! Joehoe! Ja, dat is leuk. Hartverlamming van. Ja? Hè? Hartverlamming van. Is dat zo? Nee, is mijn naam hoor, roepen door jou. Roderick is ook. Dat is beter. Waarom is dat beter? Je hoeft niet zo te schrikken. Scheelt weer. Geen hartverlammingen. Niet? Ja. Jammer. Ik wou juist nou net wel een hartverlamming geven aan jou. Ja, ja. Een hartverlamming zeker. Ja, kom eens wat meer erbij. Als je wil. Alsjeblieft. Ga jij eens aan de kant. Kom. Kom. Leed even aan de kant. Ja, 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 ja. Kijk, gezellig. Dat is beter. Maar je hebt weer lekker gewerkt. Denk het wel. Morgen je examen. Ja, morgen examen. Leuk. Joehoe. Waarom joehoe? Niet alleen de zenuwen over. Moet je niet doen. Ja, natuurlijk. Altijd zenuwen. Examens en zenuwtijd. En je weet wat en wat je leerkracht hebt gezegd. Je kan het, Roderick. Ja, ik weet hoe het spel gespeeld wordt. Juist. Maar... En je bent, want dat gaat zwaarder opgeleid en dan wat je krijgt. Ja, maar toch. Weet je wel, je krijgt misschien een situatie die je niet kent, zoals een brandmelding. Mm-hmm. Wat moet je dan allemaal doen? Panikeren? Nee, juist niet. Oh, nee. Brandweer bellen, je collega erop afsturen, de BHV erop afsturen, iedereen erop afsturen. Mm-hmm. Mensen naar de poort sturen om op te vangen. Ja, goed, allemaal virtueel natuurlijk, fictief. Mm-hmm. Maar toch, je moet wel even de nodige acties uitzetten. Ja, zeer zeker. Maar dat gaat jou wel lukken en ik ga gewoon lekker mee. En dan ben ik lekker ook in de buurt, dus kun je lekker aan me denken, heel veel. Dat is leuk. Leuk, hè? Dat dacht ik ook. Nee, ach ja. En ik ben blij dat je er weer bent. Is dat zo? Hoe blij ben je? Zo blij? Zo blij. Heel blij kusje. Kus. Nee, gewoon een normale kus. Ik heb hier een kussen voor je. Kijk. Nee. Dat doe ik niet aan mee. Dat doen we niet aan mee. Ik wil kus. Van Lofi. Nee, van jou. Nee, is niet ba. Kus. Heb je net al gehad? Nee, nog een kus. Ik ben even bezig. Ja, nou hè? Kijk, kus. Stop. Dames, nee, nu even lekker niet. Doei, mazzels, zometeen. Ja, dankjewel. Kus. Nou, ik doe nog niet eens wat. Wat? Lief, even... Lief, effe. Oké. Okay. Dan gaat die man praten. Ken ik ook hoor. Niet doen. Doe nog niet eens wat. Nou, is dat nou zo moeilijk, meneer? Altijd bij jou. Ach ja. Ja, en er is een tijd van een vlog beginnen. En er is ook weer een tijd van een vlog beëindigen. Ja. Dat is nu. Dus ja, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, hey jongens, abonneer dan even. Daarnaast zit een belletje, doet die dan ook gelijk aan als je toch bezig bent. En dan een stukje hier, daar zit een duimpje. Doe maar even deze. En als je dan nog bezig bent, zullen we het heel leuk vinden om dan even te reageren hieronder. Want wij reageren zeker terug. Want dat heeft Roderick net nog gezien. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen maar weer. Doei! Doei.